borstgraf op begraafplaats De Geest in Beek is opgeknapt. Het graf is bijzonder omdat het helemaal gemaakt is van terracotta en er zijn er niet veel van in Nederland. De rode klei wordt bij elkaar gehouden door stalen pinnen die in de loop der tijd gaan roesten en dus vervangen moeten worden. Daardoor gaat het monument scheuren. Ook waren letters en afbeeldingen beschadigd geraakt. Een specialist heeft de stalen pennen vervangen voor roestvast stalen pennen. De ontbrekende letters en delen zijn nagemaakt en daardoor is het monument weer als nieuw. Het is ook gedraaid zodat het beter zichtbaar is. De gemeente Bergendal doet een financiële bijdrage in de kosten.